Vandaag gaan we langs bij Gert Jan. Hij is open waterswimmer, maar daarnaast is hij ook slager en super gepassioneerd over ademhalen, de kou en noem het maar op. Ik denk dat hij een enorm interessant verhaal heeft en dat proberen we vast te leggen door het bezoeken van een aantal locaties die veel voor hem betekenen. Zoals zijn meditatieruimte in een kerk, zijn slagerij en de Noordzee. Hoi, mijn naam is Sjoerd en ik ben filmmaker. En in deze video neem ik jullie mee hoe ik een korte documentaire draai van Gert Jan. Hij is open waterzwemmer en ik laat jullie graag zien hoe ik dat doe. De gear die ik ga gebruiken voor deze shoot is de Sony FX30, dat is deze. En drie lenzen, dat is de 16-35, de 24-70 en de 70-200 G-Master. De reden dat ik deze lens wil gebruiken is 1. Omdat ik er een onderwaterbehuizing voor heb. Dus daar kan de FX30 in en heb ik twee poorten voor de 16-35 en de 24-70. En de 70-200 gebruik ik eigenlijk het liefst als ik wat echt close-up shots wil maken of iets ver weg wil halen. Die lenzen zijn onwijs mooi daarvoor. Dus dat is een beetje de gear die ik ga gebruiken voor deze shoot. Oké, we zijn momenteel aangekomen bij de plek waar Gert-Jan zijn meditatieoefeningen doet. En we gaan hier een loopshotje opnemen van de deur naar de plek waar hij dat dus daadwerkelijk doet. En het mooie aan deze setup is dat ik hem handheld kan schieten, omdat er dus ook een vijfassige stabilisatie ingebouwd zit, dus in de sensor. Dus dat is heel fijn. Ook de mounting points zijn super relaxed, omdat je dan heel veel accessoires eraan kan hangen als je dat wilt. De camera is super licht op zich, maar ik vind het altijd fijn om hem een beetje uit te bouwen met een grote batterij en een schermpje. Dus we gaan hem draaien. Let's go. Right, ik heb net geschoten op de 24-70. We zijn nu in deze kamer beland, dus ik ga dat doen op de 16-35, omdat het een super mooie symmetrische kamer is met mooi licht aan de linkerkant. Dus dat wil ik eigenlijk allemaal oppakken. En dat kan, denk ik, met de 16-35. Dus dat gaan we eventjes proberen. Oké, momenteel zijn we shots aan het draaien die eigenlijk als een bepaald rustmoment in de video fungeren. Het is een rustmoment voor Gert-Jan, maar eigenlijk ook een rustmoment voor in de video. Ik vind dat persoonlijk altijd heel belangrijk, zeker als je iets met sport doet, waar heel veel snelheid in verwerkt zit, om ook daadwerkelijk een rustmoment in te bouwen. Alright, we zijn nu op een nieuwe locatie in de slagerij van Gert-Jan. We gaan straks in een kliko in de koelcel een shot opnemen. Super unieke plek natuurlijk, een kliko in de koelcel. Daar gaan we wat ademhalingsoefeningen doen. En dat snijdt waarschijnlijk lekker weg met de meditatieshots die we net hebben gedraaid. Het is een vrij krappe ruimte, dus ik ga de 16-35 gebruiken om lekker wat ruimte in ieder geval in mijn lens te hebben. En dan gaan we dat doen. Let's go. We zijn nu aangekomen op de laatste locatie. We gaan hier het water in, dus hierachter is de zee. Het neemt natuurlijk onwijs veel vette shots met zich mee als het echt zo ruig is. En dat is het momenteel, want het waait enorm hard. En dat maakt het juist ook zo vet om die rust met die snelheid te kunnen versnijden in de edit. Dat is eigenlijk waar ik heel erg naar op zoek ben. Ik zorg er eigenlijk voor dat voordat ik erin ga, de exposure check. Dan probeer ik om zo goed mogelijk te exposen op de laagste ISO-waarde. Dat is 800 op deze camera. En waarom doe ik dat? Omdat als ik in het water in een situatie kom waar het donkerder is, kan ik met één druk op de knop de base verhogen naar 2500. En dan heb ik natuurlijk meer licht, zeg maar. En dat is onwijs fijn, omdat ik dan op die manier heel snel heen en weer kan switchen. En eigenlijk niet te veel hoef te veranderen
aan de camera zelf. Omdat ik natuurlijk niks kan doen, want er zit een hele casing omheen. We zijn net het water in geweest, zoals je ziet, ben zeiknat, maar ik ben enorm tevreden met de beelden en we gaan lekker editen. Alright, we zijn nu in mijn studio. Hier doe ik mijn editing, maar natuurlijk ook mijn color grading. En we hebben de beelden gedraaid, ziet er super tof uit, ben enorm tevreden met de zwemshots vooral. Die zijn, daar voel je echt de actie, dus dat is lekker. En ik neem jullie eventjes mee in de post-production, wat ik verder doe. Het eerste wat ik doe op het moment dat ik de beelden heb geschoten, is het natuurlijk backuppen op SSD's. En als ik dat heb gedaan, dan sleep ik eigenlijk alles in een tijdlijn. En dan ga ik eigenlijk door de beelden heen, dat noem je spotten. Dan kijk je eigenlijk wat de beste clipjes zijn en de beste stukjes van die clip. Nou, ik heb daar dan een eigen workflow voor, dus ik maak eigenlijk de clips die goed zijn, maak ik dan oranje. En dan weet ik dat ik daar later nog een keer goed naar moet kijken, omdat daar iets mee was. Dan was het waarschijnlijk een goed clipje of er was een mooi stukje tussen. Vervolgens maak ik eigenlijk mijn edit met de beelden die ik dus goed vind. En dan ga ik eigenlijk daarna door naar de color grading. Het fijne aan de Sony FX30 is dat hij in 4K 10-bit kan recorden. Dus als je veel met color grading bezig bent, je bent veel aan het trekken aan de kleuren, dan is zo'n 10-bit color depth plaatje echt wel heel erg fijn om te hebben. Ik schiet eigenlijk altijd alles in S-Log 3. Dat is bijvoorbeeld dit plaatje wat je hier ziet. Het is heel erg grijs, heel erg grauw. Maar je kan er uiteindelijk veel meer mee in de grading. Omdat je dus veel meer kleurdetail hebt als het ware. Dus als ik deze eventjes aanzet, dan zie je dus dat het plaatje er in ieder geval heel erg lekker uitziet. En dit kan je natuurlijk niet bereiken op het moment dat het plaatje al gekleurd is in de camera. Je kan wel iets doen, maar niet zoveel als in S-Log 3. Nou, de Sony FX30 die heeft deze functie. Net zoals alle higher-end models, zoals de FX6 of de FX9 of zelfs de Venice. Dus dat is natuurlijk helemaal mooi. Iets wat mij heel erg heeft geholpen toen ik begon met filmmaken is het maken van passieprojecten. Dus er gewoon op uitgaan, iets vertellen wat jij vet vindt en het vooral gewoon doen. Maak die figuren, dat is het allerbelangrijkste om beter te worden met jouw craft, met die camera. Ben jij nou een filmmaker en heb je echt iets heel vets gemaakt? Laat dan die link eventjes achter in de comments, want ik ben oprecht benieuwd wat jullie maken. Alright, de edit is helemaal klaar. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ben Gert-Jan. Ik heb een keurslagerij. En mijn grote passie is open water zwemmen. In zee. Als ik zwem in zee met een pittig windje, aan de bovenkant is het chaos. Op het moment dat je je hoofd in het water steekt, is er opeens dodelijk stilte. En zo is het met ons mensen ook. Wat je vandaag de dag aan informatie binnenkrijgt, dat is pure chaos en angst. Zodra je echt in jezelf keert, dan is er stilte. In 2015 heb ik een poging ondernomen om het kanaal over te zwemmen, wat me helaas niet is gelukt.
Nu train ik op een veel breder niveau. Ik zwem niet alleen, maar ik doe aan CrossFit. Ik ben instructeur van de Wim Hof methode, dus ik zit regelmatig in mijn kliko. Juist om die ontspanning te zoeken, buiten dat het goed voor je lichaam is en je immuunsysteem ontzettend goed traint. Ik heb 30 jaar lang astma gehad, waar ik nu nul last meer van heb. Juist omdat ik beter op mijn adem ben gaan passen, koude training ben gaan doen en eigenlijk meer contact met mezelf ben gaan zoeken. Van waarom leef ik zo? Waarom leid ik mijn leven zoals ik hem leef? En ik ben het gewoon anders gaan doen.